Welkom bij Spakenburg Nu, met vandaag de volgende onderwerpen. Eemdijk helpt, armbandjes voor Oekraïne, de lente komt, slagwerkgroep. In 2020 was het 65 jaar geleden dat de slagwerkgroep van muziekvereniging Excelsior werd opgericht. De slagwerkgroep begon als drumband onder de bezielende leiding van Jan Pruis. Tegenwoordig is de groep zowel een volwaardig concertensemble als een groep die optredens op straat verzorgt. De slagwerkgroep staat sinds 2005 onder leiding van Ulrich Pohl. Door corona is het concert diverse malen uitgesteld, maar nu is het dan eindelijk zover. Op zaterdag 26 maart zal het concert plaatsvinden. Het concertprogramma is een reis door de tijd, vanaf het ontstaan van de drumband in 1955 tot heden. Het concert vindt plaats in muziekgebouw De Samenklank en begint om 19:30. De zaal is open vanaf 18:30. Kaarten kunt u bestellen via de website www.excelsiorbunschoten.nl. Geniet alvast even mee van een korte terugblik.
Hartog maakt armbandjes die ze verkoopt voor Oekraïne. Donderdag zat ze met haar armbandjes voor haar huis om zoveel mogelijk te verkopen. Emmy sprak met Nina en haar vader Edwin. Nina, je staat met je vader Edwin hier voor jouw kraampje met armbandjes. Kun jij mij vertellen waarom je dat doet? Omdat ik zag dat ze op het nieuws dat de oorlog was uitgebroken tussen Oekraïne en Rusland. Dus ik dacht, ik wil ook wat inzamelen. Wat goed van je. Maar had jij al wel eerder armbandjes gemaakt? Soms wel voor mezelf. Ja? En hoe kun je er dan nou zoveel en zo mooi maken? Nou, mijn moeder en mijn vader helpen me en mijn broer. Oké. Okay. Jawel, Edwin. Papa van Nina. Ik heb gehoord dat er iets heel bijzonders is gebeurd met 100 armbandjes. Ja, we kregen een bestelling op Facebook. Dat Wim van Halter 100 armbandjes wilde. Want die gaat naar een weeshuis in Polen. Waar allemaal kindjes zijn. En dan gaat hij ze uitdelen. Dus ja, eigenlijk is het een beetje de opbrengsten gaan naar Oekraïne. Ja. En de bandjes gaan nu naar de kinderen van Oekraïne. Hoe dus, geweldig. Hoe mooi kun je het hebben. Ja, nou ja, dan is social media toch wel, heeft een mooie functie eigenlijk, hè? Zeker, zeker. Ja. We kregen zelfs berichtjes uit Hengelo. Dus ja, dat is alleen een tikkie dat ze wat overmaakten voor het goede doel. Ja, dus, maar dan heb je nu in het gezin denk ik wel een probleem. Of heb jij al die 100 armbandjes zelf gemaakt, Nina? Nee, maar mijn papa en mijn broer hebben wel geholpen. Ja? En oma ook nog, denk ik? Ja. Ja? Ja. En zijn ze nu klaar? Ja. Echt, alle 100 zijn klaar? Ja. Dat is toch helemaal geweldig? Klaar. Weet je ook hoeveel jij er al verkocht hebt? Heel veel. Hoeveel zeg je? Heel veel. Heel veel. En weet je ook hoeveel geld je al verdiend hebt? Iets bij de 60 heb ik nu, maar ik weet eigenlijk niet zo heel, ik weet niet heel goed hoeveel. Nee, misschien weet je vader het wel. Hoeveel geld? Nou, we hebben het nog niet uitgerekend, maar ja, we gaan wel richting de 200 gaan we zeker. Hoe geweldig, hè? Ja, absoluut. Ja. Nou ja, ik hoop dat je iedereen hierheen lokt bij je gezellige kraampje in de zon. En dat er nog veel meer verkocht worden. Succes, Nina. Dank je wel. Mogen wij ook nog een oproep doen? Ja, natuurlijk. Want wij hebben natuurlijk behoefte aan heel veel kraaltjes en rekbare touwtjes. En spullen die we kunnen gebruiken om armbandjes te kunnen maken. Dus heb je ze op zolder liggen en doe je er niks meer mee. Kom ze vooral brengen bij ons. Wij verkopen ze aan het goede doel. Dank je wel alvast. Alsjeblieft. Als u spulletjes op Rietgans 7 brengt, wordt er dankbaar gebruik van gemaakt. Daar en via Facebook zijn ook de armbandjes te koop voor €1,50. Bijna iedereen wil wel helpen om het leed voor de Oekraïners te verzachten. In Dijk Helpt is een bijzonder initiatief dat in zeer korte tijd van de grond kwam. We spraken met Guido Hop. Guido Hop, jij bent een van de organisatoren van dit wat hier gebeurt. Wat gebeurt hier precies? Heel veel. Er gebeurt ontzettend veel. En daar zijn we ook heel dankbaar voor dat we zoveel vrijwilligers hebben gekregen die dit meehelpen te organiseren. En er is in één keer in een hele korte tijd een enorme actie opgestart om 45 vluchtelingen uit de Oekraïne op te vangen. Ja, en dat is gelukt? Ja. En hoe hebben jullie dat op kunnen zetten? Hoe is dat allemaal gegaan? Heel veel samen te werken. Heel veel vergaderingen hebben we de afgelopen week gehad. En ja, er zijn ook hele korte klappen geslagen. Ja? En hoe lange tijd is het gebeurd? In totaal heeft het 2 weken geduurd. En eigenlijk de eerste week was vergaderen. Kijken of er een achterban is dat mensen hier achter staan, achter dit initiatief. Dat was er al heel snel. En in de tweede week zijn we echt gaan plannen en een bus georganiseerd die vanuit Moldavië is kunnen gaan rijden. Ja, en toen ging het heel hard. Het is echt in een stroomversnelling gegaan. En hoe hebben jullie die mensen kunnen ontmoeten? Hoe wisten jullie wie je op moest halen? We hadden binnen Eemdijk een contactpersoon. En die had contact vanuit Moldavië met een kerk. En daar was een voorganger die wist een groep vluchtelingen te vinden. Die echt om hulp zaten te wachten. Hey Guido, en waar hebben jullie al deze mensen kunnen huisvesten? Bij allemaal vrijwilligers, allemaal burgers uit Eemdijk. En wij hebben zelfs zoveel aanmeldingen gekregen dat we een
dubbele bezetting kunnen krijgen. Dat gaan we niet doen. Gaan we niet doen? Dat gaan we voorlopig niet doen. Dat is niet de bedoeling. Want nu kunnen wij heel mooi ook wisselen tussen de gezinnen onderling. En nou ja, daar is ook nog wel wat planning bij. Want we hadden heel veel aanmeldingen ook gekregen voor 2 of 3 plekken die mensen in huis hebben. Dat is vrij makkelijk te organiseren. Maar er zitten ook gezinnen tussen met 6 personen. En dat zijn er meer dan we hadden gedacht. Ja, maar zijn vrijwel allemaal vrouwen en kinderen, hè? Ja. En Guido, en ik zie ook kleine baby's. Hoe kan dit allemaal? Hoe komen deze mensen hier? Hoe getraumatiseerd zijn ze ook? De meesten die hier zijn, die hebben wel iets daarvan meegekregen. Ze leven al een ruimere tijd in een oorlogsgebied. En van sommigen weten we ook, die zijn echt moeten vluchten. En zijn ook onderweg naar het vluchten, naar die bus toe, beschoten. Waarop zij weer bang waren dat de bus niet op ze zou blijven wachten. Dat hebben we wel gedaan. Dus ja, er is hier en daar wel trauma. En wij merken ook in de gesprekken die we hebben dat dit echt mensen zijn die heel snel weer terug willen. Als dat kan. Ja, ja, en hoe gaat het met de taal, Guido? Ja, dat is een hele goeie. Ja, wil u praten, plaats Spakenburgs? Ja. Dan heb je nog een vertaling naar het Nederlands. Ja, en nu moet hij over naar het Russisch. Maar gelukkig hebben we daar de techniek van vandaag de dag voor. Google Translate, die doet echt wonderen. Dit was De Los. Tot de volgende keer. En we hebben ook weer aanmeldingen gekregen van mensen die willen op vrijwillige basis willen vertalen. En daar hebben we ook al 6 aanmeldingen voor. Dus als er echt nood aan de man is, dan kunnen we daar ook nog een beroep op doen. Zodat je echt een gesprek kunt voeren. Ja. 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 En nou zie ik alle mensen hier eten. Is dat eenmalig of gaat dat vaker? Ja, de bedoeling is dat elke avond dat ze hier eten, 's morgens mogen ze hier ook ontbijten, dan is er in de middag eten. Dat willen wij ook weer doen om de gastgezinnen daarin te ontlasten. En dat ze overdag ook echt een activiteit hebben, dat ze hun hoofd leeg kunnen maken. Ja, en niet de hele dag op een zolderkamertje met de deur op slot zitten. Nee, want dat werkt ook niet. Ja. Ja. Ja, dus dat moet allemaal nog van de grond komen? Ja, een groot gedeelte is al van de grond. Er worden al plannen gemaakt om met wat ze kunnen doen. We krijgen gigantisch veel aanmeldingen van mensen die tekenles willen geven. Mensen die met ze willen gaan kleien. Er zijn mensen die willen boten af gaan huren. En dat is nu echt volop gaande om dat gestructureerd te gaan krijgen. Nou, daarnaast zijn er ook nog weer gesprekken met de gemeente. Dat de kinderen toch wel naar school moeten. Dus ook dat loopt. Guido, ik denk even aan op het medische vlak. Wat moeten jullie doen als mensen ziek zijn? Of hoe zijn ze hier terechtgekomen? Waren er zieken? Er zijn op dit moment geen zieken. Ze zijn gelukkig allemaal in goede gezondheid. Vanmiddag zijn ze allemaal door de dokter en ook met een tolk zijn ze gecheckt. Dus dat hebben we ook allemaal in kaart gebracht. Eventuele, nou, denk aan astma of allergieën. Dat weten we nu. Dus mocht er wat gebeuren dat we echt naar het ziekenhuis moeten, dan is dat in kaart gebracht. Dat weten jullie allemaal hoe dat zal gaan? Ja. Er zijn allemaal wegen voor. Zeker. Ja. Het initiatief, waar komt het vandaan? Komt het van 1 kerk? Komt het van meerdere kerken? Het initiatief komt eigenlijk bij gewoon mensen vandaan. Mensen uit Eemdijk die met elkaar zeiden van, jongens, de beelden die wij zien, die zijn zo heftig. Ja, even kerkmuren laten vallen. We moeten wat doen. Vanuit ons hart moeten we wat doen. En het is wel heel fijn dat wij ook de kerk als achterban hebben. Die hebben ook gezegd van, nou, dit initiatief, dat willen wij echt heel graag steunen. Dus we zijn nu ook in de kerk, we mogen het gebouw gebruiken. En zelfs financieel willen zij ons helpen. En met spullen, materialen, hoe gaat dat? Ja, nou, als ik je dat vertel, dan word je emotioneel. Dat is meer dan bijzonder. Ja, op het moment dat we in de groepsapp naar een commode vragen, binnen een uur. We hebben zo gigantisch veel spullen gekregen dat we vanmiddag alles hebben moeten wegbrengen wat nog over was. En dat was echt veel. Er zijn mensen, denk ik wel 2 keer gaan rijden naar de genadebank. En daar mogen ze nu een dinsdag gaan shoppen. Nou, dat is toch helemaal ongelooflijk. Ja. Dus we hebben wel eens moeite met mensen, hè, dat ze niet zo aardig tegen elkaar zijn. Maar dit is de mooie kant van mensen, hè, de mooie kant van Eemdijk. Nou, we zien echt dat Eemdijk in verbinding is. Ja. Ja. Nou, in dijk in verbinding, hoe mooi. En dit is Julia. Julia, wat kom jij hier doen? Paashazen brengen.
Ja? Heb je zelf gemaakt? Ja. Ja, want je hebt ook een bedrijfje. Julia Bakt, heb ik dat goed onthouden? Julia's Bakwinkel. Geweldig. En dat kom jij nu uitdelen. Je bent geweldig. Guido, als ik nou denk aan zoveel werk verzetten en zoveel doen voor een ander, wat doet dat met jou? Wil je dat ik emotioneel word? Want dat ga ik proberen niet te doen. Maar dat is heel bijzonder. En trots zijn op mijn eigen werk? Nee. Dit is zo anders. Dit geeft zo'n ander beeld dan trots zijn. Als je trots bent op je eigen werk, dan heb je een hoop werk verzet. En ja, er is een hoop werk verzet. Niet alleen door mij. Maar dit geeft dankbaarheid. En heel anders dan dat geld goed kan maken. En wij hebben het zelf in Nederland zo goed, zo enorm goed. En dat zien we ook aan de spullen die we binnenkrijgen. Dit is zo dankbaar om te mogen geven. En ik gaf vanmiddag een kleurboekje aan een meisje van 12. Ja, daar komt zo'n dankbaarheid overheen. En denken wij, waar heb je het over? Je hebt het over een kleurboekje. Ze hebben 4 keer dankjewel gezegd. Een kleurboekje, 50 cent. Ja, zeg het maar. Nou, als er mensen zijn die ons nog willen helpen, dat kan financieel, dat kan met spullen die wij nog nodig hebben op dit moment. We zetten alles op onze website. Er is een website gebouwd, eemdijkhelpt.nl. En daar staan alle behoeftevragen op, maar er staan ook onze nieuwsbrieven op. Dus als mensen op de hoogte willen blijven, raadpleeg ik die website. Dus ook vrijwilligers zijn van harte welkom. Van harte welkom, ja. Vele handen maken lichtwerk. Dankjewel. Graag gedaan. En oh, wat genieten we er toch van dat de lente komt. En dat is ook te merken aan het gedrag van de vogels. Soms zijn ze zo druk bezig met elkaar te roepen en werk te maken van nieuw leven, dat je ze zomaar van dichtbij kunt bestuderen en beluisteren. Dit was weer Spakenburg Nu, dat op zaterdag herhaald wordt. Daarvoor kunt u op donderdag naar een vrij item kijken en op vrijdag naar ons sportprogramma Buitenspel. Zondag is er weer 6 keer Los op Zondag, te beginnen om middernacht. En zoals u van ons gewend bent, doen we maandag weer een greep in ons uitgebreide archief voor Uit de Oude Doos. En dinsdag mag u weer een vrij item verwachten. We wensen u nog een hele fijne dag.